beste werknemers van de non-profit en alle sympathisanten die de non-profit een warm hart toedragen. Ja, corona, het bracht heftige tijden met zich mee voor vele mensen, zeker voor de werknemers van de non-profit. En ja, er was veel steun en solidariteit, en dat is top natuurlijk, maar eigenlijk verdienen jullie die waardering elke dag. En wat na corona? Vele mensen zitten met dezelfde vragen. Zal het daarna echt veranderen? En zal het zomaar vanzelf veranderen? En wat gaan we samen doen om er zeker van te zijn dat het verandert? Want er moet iets gebeuren. We werken aan de voorbereiding van een nieuw non-profit plan. We eisen een non-profit pact met de overheid en de werkgevers. En we willen daar alle werknemers van de sector bij betrekken. En we willen het applaus omzetten in oplossingen en resultaten. En ook met een actieplan. Al zou dat eigenlijk niet meer nodig moeten zijn, nu de werkgevers en de overheid eindelijk begrepen hebben hoe belangrijk de non-profit is. Het non-profit pact moet een echt investeringsplan zijn met de overheid en met de werkgevers. Geen uitvluchten niet meer, geen poppenkast, niet meer van het kastje naar de muur. De boodschap is duidelijk. Investeer in een duurzaam non-profit plan. Waardeer de werknemers met een degelijk loon. Respecteer uw werknemers door minder werkdruk en meer personeel op de vloer. En repareer ook het sociaal overleg, zodat we goede afspraken kunnen maken over aantrekkelijke werkvoorwaarden. Samengevat, de boodschap is duidelijk. Overheid en werkgevers, wij komen het non-profit pact halen. Het moet anders, het moet beter en het moet sneller. Dat engagement gaan we samen aan en daar worden we ook allemaal samen beter van. Het personeel, de patiënten en de cliënten, maar ook hun families en hun vrienden. Want de non-profit is er voor iedereen. En samen zullen we niet de helden zijn voor just one day. Het gaat jullie goed en ja, natuurlijk mogen jullie de boodschap van de non-profit aan zoveel mogelijk mensen verspreiden. Ik reken erop, begin er nu al mee. Samen op naar anders, beter en sneller. Tot binnenkort.